overheid te traag bleek, bloeide de markt op voor commerciële testen. Er wordt dus veel geld verdiend en dan dient zich in dit land altijd een... de schuine blikken dienen zich dan aan. Als mede de vraag, corona en commercie, kan dat wel? Ja, Rasmus Emmelkamp. Ja. Voor het uitbreken van de coronacrisis was je horecaondernemer, zat je in de rondvaartboten in Amsterdam. Wat was voor jou het moment dat je dacht van, die coronatesten, daar moet ik me eens in gaan verdiepen? Was dat dit wat we hier zagen op het journaal, dat het allemaal zo traag ging? Ja, niet werkte? Ja, ik doe dit samen met een paar andere ondernemers met wie ik de horeca en de rederijen doe. En eigenlijk had ik samen met een compagnon van mij, allebei in dezelfde week hadden wij een nare ervaring. Ik had een kok, die had een loopneus en we waren 2,5 maand dicht geweest door de lockdown. Ik mocht net weer open. En toen zei hij, hey, ik heb een loopneus, ik kon niet werken. Toen duurde het 3 dagen voordat hij een afspraak bij de GGD kon maken. Het duurde nog 3 dagen voordat hij de uitslag had. En volgens mij zat er nog een zondag tussen waar er geen uitslag... Hoe dan ook, ik was hem een week kwijt. Resultaat, hij had geen corona. Ik had een week onzekerheid. Mijn compagnon die had zelf ook een loopneus. Of die was verkouden, die was naar de GGD gegaan. En ook hij kon in Amsterdam niet terecht, hij moest uitwijken. En hij, ja, op een gegeven moment kwamen van, jongens, dit moet toch sneller kunnen. Dit kunnen wij beter, dacht jij. Ja. En dat is zo geschieden. Jouw verhaal, Tim. Ik ken jou alleen maar als een man die heel hard rijdt. Niet zo snel testen. Ook wel, hoor. Nee, eigenlijk is het allemaal een beetje per ongeluk gegaan. Wij waren de Dakar-auto aan het bouwen in juli, augustus, september, oktober en november. Ja, en er is een pandemie met z'n 14 om 4 vierkante meter rennen. Dat is natuurlijk onhandig. Dus toen kwam een vriend met de oplossing. Want je bent als ondernemer op zoek naar oplossingen. En toen zijn we in de sneltesten bij de jongens ben ik gaan doen. En toen zat er iemand bij mij aan de bar. Die had ook een heel groot bedrijf. En ook allemaal personeel weg. Ik zeg, hier heb je sneltesten. Nou, en zo is dat per ongeluk ben ik er ingerold. En in de sneltesten. En zo ontzorgde ik heel veel bedrijven. Die dingetjes? Ja, deze, die is niet. Bij een importeur ingekocht en die doorgegeven? Nou, ik regelde eigenlijk de leads voor hem. En dat was superleuk, heel veel mensen mee geholpen. En toen op een gegeven moment, één iemand die nam zoveel test af. Ik geloof 1,5 miljoen of zo. En die zei tegen me van, joh... Dat is Iwert van Linden, Nee, zo heftig is het allemaal niet, hoor. En toen op een gegeven moment zei hij, waarom ga je geen teststraat doen? Want wij hebben nu die spuugtest. En mijn kinderen vonden, ik zit natuurlijk met die sneltesten thuis de hele tijd te poeren. En die zeiden, ja, mijn kinderen die vonden dat helemaal niet leuk. Toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk wel ontzorgend. Nou, en zo uiteindelijk ben ik er een beetje ingerold. Ja. En wij draaien nu 1,5 week. Dus laat ik het zo zeggen, de hoos zit ik niet in. Maar ik vind het wel heel leuk, een hele leuke materie. Maar dit is eigenlijk best wel bijzonder.